Ja. Ja. Maar om nog heel even terug te komen op het Content Café. Het ging dus over responsive. Het was inderdaad heel erg tof. Iedereen was gewoon heel erg enthousiast erover. Dus als je het wilt kijken, ga naar contentcafé.nl. Sorry, plugje. En daar zijn video's? Want dat was dus... Speaking of rijke media. Mensen zeiden inderdaad van... Ja, we willen de video ervan. En ik weet niet... Misschien is dat persoonlijk. Maar als ik video kijk van congressen... Dan start ik de video en ga ik naar een andere tab. En dan ga ik daar, weet ik wat, googelen van wat ze allemaal aan het zeggen zijn. Ja. Want de slides kan je maar vaak niet zien. De mensen zijn lelijk, omdat ze heel erg veel weten. Weet je, er is geen visuele show die echt... Ja. Net zoals dit. Net als dit eigenlijk. Ja. Dit kan je beter op je koptelefoon luisteren onderweg in de auto. Ja. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben de audio opgenomen. We hebben iedereen een speldmicrofoontje gegeven en die zijn lekker aan het presenteren. En de presentaties. En die gaan we samenbrengen op Slideshare. Ah, oké. Maar wel met audio erbij. Met audio erbij. Ja, en dat is heel makkelijk, want dan kan je dus klikken naar slides die jij interessant vindt. En dan hoor je gelijk het fragment wat erbij hoort. Mooi. Dat is heel tof. Ja. Helaas is het geen format wat, zeg maar, overal werkt. Nee. Het werkt alleen bij Slideshare. Dus misschien dat we er alsnog een video van maken. Maar ja. Moeten we het maar even zien. Dus dat. Ja, en, cool. Ja, zeker. Ja. Tof, ja. Ik vond het echt heel jammer. Vooral, ja, responsive is een beetje mijn onderwerpje ook. En, ja, dat heb ik gehoord, inderdaad. Ja. Of, nou ja, ik zie het ook wat breder. Want dat zei je net ook al. Van, het gaat niet alleen over dat het respond. Dat het dus reageert op schermgrootte. Je website en je content. Maar ook op bijvoorbeeld interactie. Van hoe heeft... degene een muis of heeft degene alleen maar een dikke vinger om de boel mee te bedienen. Of misschien een joystick of alleen maar een keyboard, dat soort dingen. Dat zijn heel interessante dingen. Dus het is veel breder. En dat heet eigenlijk progressive enhancement. En daar zijn we al... Dat is ook zo vreemd. Dat is dus iets wat in de front-end wereld al jaren gewoon wordt toegepast. Ja. Dat is iets wat heel bekend is. Maar in alle anderen niet. Nee, dus het is echt heel, heel erg nieuw. En dat... Maar dat is ook in design is dat niet zo. Hè? Als je dan hebt over gelaagd design... Hè, dan is het begin niet zo van... Nou, eerst ziet het er zo uit... en daarna, als je echt fitte... coole browsers hebt... Ja. Dan wordt het zo. Of ja, en dat, maar het probleem is dat de tooling daar ook... Er is geen tooling voor. Goed, daar heb ik het ook al vaak over gehad. Maar ik denk wel van als je gaat ontwerpen... wat we nu nog steeds doen is gewoon een plaatje maken voor de beste browser. Yeah. Wat we het liefst willen zien. Maar het web heeft zo ontzettend veel verschijningsvormen. Je weet dat gewoon niet. Weet je, wat jij op je scherm te zien krijgt, daar kan je bijna zeker van zijn dat niemand anders het precies zo te zien krijgt. Alleen al schermkwaliteit. Ik bedoel, niemand zijn beeldscherm is exact even goed als iemand anders zijn beeldscherm. De kleurinstellingen, dat soort dingen, wat voor licht je hebt. We moesten vandaag de gordijnen. Dat is al één ding natuurlijk. Ja. Dan weet je niet hoe iemand ermee omgaat. Of je een muis gebruikt, of je bijvoorbeeld toetsencombinaties kent. Ja, telefoontjes in heeft. Ja, je weet het allemaal niet. Schermgrootte weet je niks van. Schermgrootte is misschien ook niet altijd relevant... browsergrootte. Nee. Hoe groot is jouw browser binnen jouw scherm? Maar weet je wat ook vergeten wordt? Voorkeur van mensen. Ja. Wat ze graag als eerste willen zien. Dat, maar ook bijvoorbeeld de instelling dat je je fontgrootte kan aanpassen in je browser. Ja. Je kan gewoon zeggen van ik wil minimaal een font van 20 pixels. Dus je hebt daar helemaal geen controle over. Nee. En dat vind ik opvallend als designer. Ja. Je kan daar controle over hebben door die verschillende lagen die er nu eenmaal bestaan binnen een website. Dat zijn technische lagen, maar die kan je allemaal vormgeven. Dus bijvoorbeeld de content, wat uit veel CMS'en komt, is gewoon een blob aan letters. Ja. That's it. Met misschien... Wat opmaakt, wat links. Af en toe staat er dat iets dik gedrukt moet zijn en af en toe staat er een break van het begin op de volgende regel. Ja. Maar... dat kan je designen. En dat bedoel ik dus mee. Je kan daar HTML voor gebruiken. Of semantiek aan toevoegen. Dus dat je zegt. Nee, dit is niet een paar letters die dik gedrukt staan. Nee, dit is een heading 2. Ja. En dit is een heading 3. En dan krijg je dus. Dan ben je de
tekst aan het vormgeven. Dan ben je de boel aan het designen. Aan het geven. Ja. Ja. Dat kan je daarna weer, die letters kan je daarna ook weer echt gaan vormgeven voor specifieke apparaten of voor wat apparaten allemaal kunnen. Mm-hmm. Niet zozeer voor specifieke apparaten, meer voor de wat apparaten kunnen. Voor de... Ja, je hebt grote apparaten, kleine apparaten. Ja, maar ook je hebt apparaten zoals een Kindle met wat slechtere ondersteuning van kleur bijvoorbeeld. En, ik heb er net een gekocht. Hey, maar sorry dat ik je onderbreek, want dit hebben we natuurlijk al vaker gezien in de wasstraat en dat is heel erg belangrijk. Ja, maar ik denk dat designers, als die zich eens daarmee bezig gingen houden, met die verschillende lagen in plaats van alleen maar... Misschien worden dan sowieso inderdaad geen technische lagen, maar dat is dan semantiek. Ja. Maar het belangrijkste vind ik vooral is dat ik merk dat, want het argument wat designers teruggeven van wij kunnen toch niet alles weten, alsof de last van de wereld om de schouders draagt. Als wij vragen van denk eens na over hoe deze designs gaan leven op andere apparaten. Ja. Dan voelen ze gelijk, zware technische druk, dan moet ik alle devices gaan uitproberen, dan moet ik in HTML gaan designen, et cetera. En dat, ik kan me voorstellen dat dat een, zeg maar, confronterend is, een barrière is, maar dat is het niet hetgeen wat wij van designers vragen. Dat is wel heel fijn als ze dus in devices willen en kunnen designen, om dat makkelijker te maken. Maar het belangrijkste is dat designers heel vaak niet nadenken over hoe dingen interacteren. Als ik het kantel, Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Als ik, ergens op klik of met mijn vinger erop gaat, moet ik dan twee keer tappen omdat het een hoevertje veroorzaakt, dat er een menu uitklapt? Of wat moet daar gebeuren? En dat zijn toch dingen waarvan je niet kan over nagedacht. Ik kan toch verwachten dat het wel zou moeten. Mijn vraag is of we daar design vormgevers daar per se moeten mee belasten. Nou ja, wat je nu krijgt is dat je frontenders daar verantwoordelijk voor maakt. Ja. En ik zelf ben van mening dat je frontenders geen design dingen moet laten oplossen. Nee. Sommigen kunnen dat, vergis je niet. Er zijn heel erg sterke frontenders die heel erg designgericht zijn of die design gewoon begrijpen. Maar ik zou dat, als je in ieder geval als je die verschillende disciplines hebt, hè, zoals wat wij hebben bij Mirabeau, dat je echt hele specifieke disciplines hebt, dan moet je, naar mijn idee, die verantwoordelijkheid ligt gewoon bij de designer. Maar zou je een frontender, zou je die bijvoorbeeld een soort van basisregels kunnen geven? Hè? Dus voor alle hiaten waar een designer en misschien de frontender zelf ook nog niet op heeft gerekend, is er van oké, dit zijn de basisregels. Zeg maar uitklappers bijvoorbeeld. Dan wil ik dat het spectaculair gebeurt met vuurpijlen en weet ik wat al niet meer. Of juist heel erg basic. En dat je daar basisregels over hoe bepaalde dingen eruit gaan zien maakt, in plaats van dat je een totaal design maakt. Hè? Dus meer component gebaseerd misschien. Daar gaan we ook nog steeds meer naartoe natuurlijk. Zodat een vormgever eigenlijk niet gaat nadenken over het design, maar wel weet hoe die dat consistent kan toepassen. Zodat... Kijk, je hebt nu natuurlijk dat je zal de samenwerking moeten zoeken. Op dit moment is het zo dat de designers die en frontenders, die doen maar wat, zitten zelf in hun eigen wereldje. En die bedenken maar hoe het ongeveer het beste zou moeten zijn. Maar als je dat als een frontender natuurlijk een designprobleem tegenkomt wat nog niet is opgelost, dan moet hij natuurlijk gewoon naar de designer lopen om dat op te lossen. Ja, precies. Ja. En daar kwamen wij trouwens ook op uit. Zo van, samenwerking lijkt gewoon echt de toekomst te zijn. Ja. En dat is echt... Maar we hebben de tools hebben we nu gewoon niet. Dooddoener. Dat is ook het probleem. Hè? Dus designers kunnen deze problemen niet oplossen, omdat ze geen tools hebben die ze helpen die problemen op te lossen. Ja. Ik was altijd een enorme voorstander van dat designers moesten leren code schrijven. Vind ik eigenlijk nog steeds. Ik vind dat hoort. Je moet HTML en CSS begrijpen en er ook mee kunnen spelen als je een webdesigner wilt zijn. Maar goed, aan de andere kant weet ik gewoon ook dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Nee.